Jongens, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag gaan we door met ronde 2 van onze Formule 2 carrière. En dat vindt plaats op Autodromo Nazionale Monza, Italië. En zoals je misschien wel weet van de vorige video, mocht je die nog niet hebben gezien, heb ik getekend bij NP Motorsport, het Nederlandse F2-team. En hebben we de eerste race gewonnen. Dat was in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Dat ging vrij goed. Ik had alleen wat problemen met mijn versnellingsbak. Hopelijk blijft dat vandaag uit, want ik schakel nogal vrij agressief. En dat is gewoon niet goed voor de motor. We gaan gewoon kijken hoe we daar komen. We zitten nu te kijken hier op de grid. Ik ben benieuwd vanaf welke plek je gaat starten. Vorige keer was het vanaf de vierde plek. Long straights. En het zijn drie races in totaal voor de F2. De eerste is gewonnen, dus de eerste stap is gezet. En waarschijnlijk als je ze alle drie wint, heb je de teams voor het uitkiezen. Wat ik al zei, ik heb Williams in gedachten om die te joinen. En Williams weer een groot team te maken. Een andere optie zou kunnen zijn om voor Haas te kiezen. Natuurlijk ook een team dat redelijk in de probleem zit. Ja, we starten weer vanaf de vierde plek. En dat we Haas gaan opbouwen. Maar we kijken het heel even aan. Ik wil niet gelijk een topteam joinen. McLaren had ik vorig jaar gejoined, maar ik denk dat McLaren er nu te goed voor staat om dat nog echt heel erg interessant te maken. Nee, we willen gewoon natuurlijk van de bodem naar de top. En daar moeten we gewoon hard werk van leveren. Daar zitten we. Nou, dan starten we vanaf de vierde plaats. Ik heb altijd een dramatische start, hopelijk is dat dit keer minder. Valt mee. Twee posities voor. Twee posities verloren, maar dat kunnen we nog wel goed maken. Ik rijd dus de hele tijd op versnellingsbak naar de Malamboer. Waar ligt dat aan? Schakel ik te snel terug, waardoor je een veel te hoge toer komt? Of... Als je dat weet, laat het heel even weten hieronder in de comments. Dan zou je mij echt... enorm mee helpen. Oké, de start is fine. Let's try and move forward. Twee plekken verloren is. Die gaan we gelijk even terugpakken. Dit is natuurlijk de plek waar Vettel Stroll die zo goed als afreed. Ik ben vorig jaar naar die race geweest hier in Italië en ik zat gelijk hier op dit stukje bij de 150 meter bord. Ongelooflijke ervaring. Leclerc won natuurlijk die race. Het was de eerste keer in 10 jaar geloof ik dat Ferrari weer een race won in Italië. Gigantisch groot feest. Ah, echt genieten. Echt genieten. Ik weet niet of je ooit naar een Formule 1 race bent geweest, maar ik kan het je echt wel hard aanraden. Doe het met vrienden. Maak er een heel uitje van. En als je een beetje slim boekt overal, dan hoeft het ook niet eens zo heel erg duur te zijn. En dan gewoon een heel raceweekend uiteraard. Deze op exact dezelfde manier pakken, denk ik. Als er ruimte is. Oh! En die is er. Oh.
Die druk me eraf, kijk! Man, wij hebben snel de ronde. Zeker weten. Voor hun nog vochten. De Tifi rijdt nu voor me. Rijdt natuurlijk vorig jaar Formule 2. Rijdt nu Formule 1. Voor Williams. Had bijna punt gepakt in zijn eerste race. Wel natuurlijk ook omdat er heel veel uitvallers waren tijdens die race, maar hey. Zo heel dichtbij komt Williams tegenwoordig niet meer bij punten. En we hebben DRS te pakken, maar onze voorligger ook. Pakken. Ja. Oh, clean hoor. Is dit het proberen waard? We hebben nu een DRS. Ja, dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. En die hebben we ook. Nou, aan kop blijven rijden, geen gekke dingen doen. Niet je versnellingsbak naar de Mallemoor helpen. Maar bijna op anderhalf seconde. Ik denk dat we ons daar zo snel voor te maken. Het enige ding is wel, ik moet hem heel even wat moeilijker zetten. Alleen normaal gesproken kon je dat tussen races door doen, maar ik heb het nu niet gezien. Hij staat nu wel op hard, maar ik geloof dat hij op level 75 staat. Nou, dan gaan we dan heel even opschroeven naar 85, denk ik. Ik had hem zo wat laag gezet, omdat ik normaal gesproken, althans vorig jaar, had ik best wel wat moeite met de Formule 2 auto's. En niet dat het nu zo makkelijk is ofzo, dus het laat zich niet makkelijk besturen, maar het tegenstand valt wel tegen. De hoofd van die brug remmen. En ik schakel maar vroeg om. Zodat ik geen verzeer meer krijg met mijn bestemmingsbak. Want dat heb ik nu al twee keer eerder gehad. En ook gewoon volledig uitgevallen daardoor. Een klein beetje wat curve pakken daar. Kan prima. En hier zijn we dus, hier links.
En ik heb hier in die paal gehangen trouwens. Dus je die hele lange paal ziet, en daarvoor stond het podium. Ik ben daar in die paal geklommen. Het stond er helemaal vol met mensen natuurlijk. Laten. Nu mogen we weer op die banden. Ik klik ook als je schakelt bij deze dingen. Hè. Tak. Tak. Ah, mooi circuit man. Ik hou van Monza. Het is zo'n classic circuit. Het is echt oprecht een van mijn favorieten. Samen met Spa-Francorchamps. Ben ik ook geweest. Het is ook echt fantastisch. Ik vond het in België iets beter geregeld dan in Italië. Het was echt een ramp om daar met openbaar vervoer naartoe te kunnen komen. Ik moet wel zeggen, bij Spa hadden we dan ook zo'n tourbus van geregeld. Dat werkte wel beter, maar hier moest je echt met de trein naar het station in Monza komen. Moest je daar heel lang wachten totdat je in een bus kon stappen die echt veel te vol was. Maar ondanks dat... Ah, trouwens ook nog een... Ik had een treinkaartje gekocht, want je moet dus met de trein. Althans, vanaf waar ik zat. En ik koop dus een kaartje. Maar die moet je afstempelen op het station. Ik heb een kaartje gekocht, betaal van alles. En ik wil dat kaartje afstempelen. Maar dat kan dus niet, want al die boxen zijn kapot. Ik stap de trein in, ja, fuck it, weet je. Ik heb een kaartje. Er staat ook een tijd op wanneer die gekocht is en dergelijke. Dus ik stap de trein in. Kom echt zodra die weg uit. Komt er gelijk een conducteur op ons af om je kaart te zien. Ja, ik kon hem niet afstempelen, maar je kan de tijd zien. Ik heb hem echt 2 minuten geleden gekocht. Dus ik kan hem niet hergebruikt hebben op iets dergelijks. Ja, nee, er staat duidelijk op, je moet hem afstempelen. Ik zei, ja, maar dat kan dus niet. Maar volgens mij wist hij dat ook van en dan staat hij gewoon te wachten. 120 of 140 euro boete gehad. Insane! Volgens mij aasen ze daarvan op wanneer het Formule 1 tijd is. Zoveel toeristen natuurlijk in dat kleine stadje. Maar dat was echt verschrikkelijk. Maar voelde het me zo hard gesmaakt. Oh, ik heb niet opgeletten. Nou, dit schakelen lijkt... lijkt beter te werken, want ik heb Jeff nu nog niet over de radio gehoord met dat we slijtage en wat voor snelheid. Dan hebben we dat ook weer geleerd. Stuuropening hier. Te vroeg gejaagd. Ja, ik begrijp daar niks van. Dus mocht iemand hier een oplossing voor hebben, wat ik nou precies fout doe, alsjeblieft, dit in de comments. Ik word er een beetje gek van. Oh, dan begon ik een beetje te glijden. Ja, wel een goede voorsprong op te wijzen. 8,3 seconden. Deze goede paal was ik dus in gekomen. Absolutely fantastic. It's a brilliant result. Well done. Weer nummer 1 jongens. Dat is goed nieuws. Want dan kunnen we denk ik straks gewoon een team uitkiezen wat we voor ogen hebben.
We hoeven niet te bagelen. En kunnen we ook nog een goed contract afsluiten. Kijk, waar is hij? Look at that, they're making their way out onto the podium now. Great race from the Emirates Motorsport team. I'm very happy to see them up there on the top. And that's the volgende trofee. Nu alleen nog zorgen dat ik goed kan starten met een F2-auto en ik ben set. After this round of the World Championship, here's how things look. Kijk, daar zijn we. Koosje Motor, plek 1. En onze Nederlandse vriend Nick de Vries op plek 8. Gaan we even wat standing zijn. Oké, ik sta derde in het kampioenschap. Maar ja, eerste kan ik dan niet meer worden, toch? That's a good ski to have. And now a look at the team standings. It was a tough race for our championship leaders who lose. Ja, ik moet met de pers praten. Let's have yours. How do you feel you performed today? I'm a perfectionist, so I can always do better. You're still in the running for the championship. What do you think of your chances going forward? Good. There's some strong competition, but if I focus, I'm within a good shot. There are still rumors about you moving to F1 at the end of the season. Can you comment on those? I'm still focusing on this season. When there's something to say, I'll say it. Appreciate your time. Graag gedaan. Oeh, Abu Dhabi is de volgende race. Jongens, voor nu hou ik het voor gezien. Dit was de tweede race in mijn F1 carrière. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. We hebben nog één race te gaan, dat is in Abu Dhabi. En als we die afgerond hebben, dan kunnen we de contractgesprekken openen met een F1 team. En welke dat gaat worden, dat kan Haas zijn, dat kan Williams zijn, dat kan een ander team zijn. Laat vooral in de comments weten welk team ik moet gaan kiezen als we gaan spelen. En dan check ik jullie de volgende keer. Nogmaals bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En ik check jullie de volgende keer, jongens. Later!